Dag iedereen, ik ben Michael en in deze video wil ik het graag hebben over Adobe Capture in Photoshop CC. Adobe Capture is bij sommigen onder jullie waarschijnlijk wel gekend, maar dan misschien hoofdzakelijk als de app op de smartphone. Adobe Capture is een app waarmee dat we het beeld dat we capteren kunnen gaan gebruiken om bijvoorbeeld kleuren uit te halen, gradients, om vormen uit te gaan halen, vectoriële vormen, of om patronen mee te gaan maken. Nu, allemaal heel leuk, maar ze hebben eigenlijk vorig jaar ook die functie in Photoshop geïntegreerd. En daar is niet zoveel over verteld geweest. Dus we gaan dan een keer eventjes gaan bekijken. Ik heb hier in Photoshop een documentje openstaan. En ja, het is een kortingsbon of banner met een cadeau erop. En de eerste voorwaarde om Adobe Capture te kunnen gebruiken is dat we natuurlijk een bewerkbare afbeelding hebben. Dus wat wil ik daar eigenlijk mee zeggen? Dat dat niet werkt met smart objects. Dus ik heb van de afbeelding waar ik Capture op ga uitvoeren een gerasterde laag gemaakt. En dan vervolgens moeten we naar het Libraries paneel, of het paneel Bibliotheken. En daar onderaan, waar we het plusteken vinden om assets toe te voegen of content toe te voegen, daar ga je nu een kleine menuoptie vinden, Create from Image. En dat is eigenlijk, ja, het zit redelijk goed verstopt, vind ik eerlijk gezegd. Maar dat is dus Adobe Capture. Nu, ik ga daarop klikken. En dan krijgen we een dialoogvenster te zien waarin dat eigenlijk alle functies van de Capture app verwerkt zitten. We starten altijd in de patroonmodus. Nu, ik ga die hier eventjes ietsje sneller tonen. We hebben verschillende soorten van patronen dat we kunnen gaan maken. Je krijgt altijd netjes een preview aan de linkerkant. En hieronder zien we eigenlijk de tegel of het gedeelte dat zich zal herhalen in het patroon. Ik ga voor een klassieke vierkante tegel gaan en dan kan ik mijn beeld hier nog verzetten, scalen en zo gaan positioneren. Tot als ik eigenlijk het patroon heb dat ik wil hebben natuurlijk. Ja. Voilà. En zo krijg ik een mooie herhalend patroon van dat deksel van die verpakking. Vervolgens, als ik daar tevreden van ben, dan kan ik gewoon op de Save to CC Libraries knop klikken. Hop, en dat wordt aan mijn huidige CC Library toegevoegd. Handig toch? Kunnen we dat straks gaan gebruiken, maar dat zien we later. We hebben nog drie andere zaken dat we hier kunnen gaan maken eigenlijk. We hebben ook shapes. Nemen we shapes, dat is om eigenlijk een vectorized beeld van uw foto te gaan maken. En we hebben hier niet zoveel settings. Je kunt hooguit met die details wat gaan spelen om meer of minder van uw beeld te zien. We kunnen het ook omkeren, het beeld. En dan krijgen we eigenlijk een negatief beeld hiervan te zien. Of we kunnen het nog een beetje vloeiender maken op het moment van uitvoer. Ook hier weer, als je tevreden bent van uw resultaat, klikken we hier gewoon op Save to CC Library en ook dat wordt nu toegevoegd. Nu, twee functies die ik zelf toch wel wat interessanter vind, is vooral het vastleggen van kleuren. We hebben heel vaak wel een foto waarvan we denken, goh, dat zijn toch wel prachtige kleuren en kan die ook wel gebruiken in de rest van mijn ontwerp. Wel, dan ga je naar Color Themes en we zien hier al bovenaan een balk met 5 kleuren eigenlijk die gekozen zijn in de afbeelding. En in de afbeelding zelf zien we ook 5 markers. Dat zijn die cirkeltjes met die kruisjes in en die kan je gaan verzetten om eigenlijk nog zelf uw kleuren te gaan kiezen. Dus Photoshop helpt u al met een goede keuze te maken, maar je kunt dat altijd gaan veranderen en eigenlijk de kleuren die jij wilt daaruit gaan halen. Aan de rechterkant krijgen wij dus een overzicht van die gekozen kleuren en ook hier weer Save to CC Library en dan krijgen wij eigenlijk een kleine kleurcollectie van 5 swatches. Goed, last but not least, gradients. Gradients hebben ook een upgrade gekregen in Photoshop, maar dat zal voor een andere video zijn als dat nodig is.
Dus we kunnen ook gradients gaan bouwen op basis van de kleuren die aanwezig zijn in mijn beeld. Nu, ik ga hier aan de linkerkant kiezen voor een ietsje donkerder rood. Dan kan ik naar nog een ietsje lichter rood gaan en ik ga eindigen met lichtst mogelijk. Voilà. Dan krijg ik een mooie rode gradient die eigenlijk van donkerrood naar roos gaat. En ook deze ga ik opslaan in mijn CC library. Voilà. Ik heb alles uit mijn foto gehaald wat ik er kon uithalen. Ik ga nu dit venster sluiten en laten we nog een keer snel kijken. We zien dus hier in onze CC-library dat die collectie er is bijgekomen. De gradient, het patroon. Nu, hoe kunnen we dat eigenlijk gaan gebruiken? Ik ga hier eventjes een solid color of een gradient color backdrop gaan maken. Voilà. Ik ga die gewoon onmiddellijk bevestigen, want als alles goed gaat, kan ik die gradient fill hier selecteren. Vervolgens op mijn gradient klikken. En zoals dat je kunt zien, krijgen we dat natuurlijk als vulling in de achtergrond. Ik ga eens kijken of we hier ook een pattern fill vinden. Inderdaad, ik ga gewoon geen patroontje kiezen. En ik ga onmiddellijk gaan klikken op het patroon dat ik hier had in mijn CC libraries. En bingo, een leuke achtergrond die we dan kunnen gaan aanpassen met dit percentage. Voilà, en ik krijg een mooi herhalend patroon. Dus Adobe Capture CC in Photoshop. Het is een beetje zoeken, maar zodra je de weg er naartoe gevonden hebt, kunnen we daar wel heel leuke dingetjes mee gaan doen. Tot de volgende keer.